Nee, maar mijn kleinzoon is anderhalf en die begint nu langzaamaan te praten. Ik vind het nog laat voor een vathekje, maar hij begint te praten. Maar ik heb binnenkort natuurlijk toch dat moment. Dan zit ik rustig de krant te lezen. Hij zit in zijn kinderstoel, hij smeert zich in. Dat heet eten op die leeftijd. En dan krijgt hij toch dat moment dat hij me aankijkt en zegt... Opa? En dan krijgt hij toch een slag voor zijn hartjes. Dit wordt echt de eerste zuigeling met de kunstgebied, hoor. Maak je even. De allereerste keer dat ik in Carré binnenliep, dat was... Of dat ik binnenliep, dat ik naar binnen ging. Dat was in, volgens mij, december 63. Het was koud buiten. Toon Hermans trad hierop. En ik zat, ik weet ongeveer nog waar, ik zat daar op rij 10, 12 ongeveer. Met mijn ouders, een van de eerste keren naar het theater in Amsterdam. En deze zaal zag ik en toen kwam Toon Hermans op. Nou, dat was mijn verjaardag. Ik had veel liever een taart gehad. Maar er was geen taart. Ja, er was er wel een, maar er was een tante van me. Het was prachtig en ik weet dat ik heel lang om heb zitten kijken. En dat ik toen dacht, nou, dat lijkt me best een leuk vak. Ja, wie ook 200 keren in Carré zou kunnen gaan spelen, ik denk dat de grootste kans maakt Jochem Meijer. Ik heb hem hier in Carré al gezien. Ook een echte Carré-artiest is. Hij heeft ook het publiek wat graag naar Carré komt. Het is een bepaalde mengeling, een bepaald gevoel. En Jochem heeft ook in zich om daar gewoon, zeg maar, nou, met een show lang te spelen en veel publiek... Ja, te vermaken. Ik was bij de Chinees. Ik moest wat eten halen. Nou, toch redelijk haché. Ja. Ik kom er binnen en een vrouw meteen... Hallo meneer. Ik zei, hallo meneer. Ik zei, hallo meneer. Ik zei, mevrouw, wil je menu? Ik zei, wil je menu? Ik zei, even rustig. Ik zei... Ah, vind ik hem erg geestig, erg grappig. Hij is volstrekt uniek in wat hij doet. Hij is gek. En dit bedoel ik in de meest positieve zin van het woord. Ik denk, dat kan veel vrolijker. Maar hij zei, mag ik een bestelling aannemen? Ik zeg, ja. En ik denk dat hij een groot publiek heeft. Ik denk dat hij van de generatie die vlak achter mij zit, degene is die er heel veel nog zal spelen. Tip voor jonge talenten om volle zalen te krijgen. Wees grappig. En kijk op je eigen manier tegen het leven aan. Lees de kranten, kijk op het internet, kijk televisie, heb een mening. En ja, vergeet niet het amuserende deel van je voorstelling. Er moet gelachen worden. Er moet gelachen worden.